VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van VVV TV. We beginnen met een terugblik op de wedstrijd tegen Jong AZ, die helaas teleurstellend verliep en met 1-2 werd verloren. Daar praten we over met trainer Rick Kruijs. Hoe heeft hij de nederlaag verwerkt? Door de wedstrijd terug te kijken, door mezelf te evalueren, het plan van aanpak te evalueren en gewoon kritisch te kijken naar wat beter moet. Wat kwam eruit? Nou ja, goed, dat we niet in staat waren om dezelfde intensiteit in de wedstrijd te leggen zoals Jong AZ dat wel deed. En dat we wisten dat we tegen een heel goed voetballende ploeg moesten. Maar dat we ergens in de duels en in de intensiteit, maar ook de power die we wel hebben als ploeg, zeker met een vol stadion, dat we daarin te weinig gedaan hebben. Heb je idee hoe het kan dat je tegen Jong Ajax een goede wedstrijd speelt, gelijk speelt knap, en daarna tegen Jong AZ dat het dan niet lukt? Ja, dat heb ik natuurlijk ook afgevallen. Het is natuurlijk zo dat we tegen Jong Ajax iets lager op het veld stonden en in ons eigen huis wel wat hoger wilden storen. Ja, dat was niet goed gelukt. En daarbij denk ik ook dat we de manier waarop we de doelpunten weggeven, dat het een verschil was met afgelopen maandag. Hè, waar we wel heel strak verdedigden met z'n allen. Dat was nu minder. Je speelde vrijdag natuurlijk in een volle koel. Dan hoop je er een mooie avond van te maken. Hoe is dat dan voor jou als dat niet lukt? Nee, ik moet dat wel verwerken, want ik vond het heel teleurstellend. En ook zeker naar de mensen toe. Vol stadion en hartstikke goede sfeer. En dan kun je ze eigenlijk niet zoveel bieden. Dat is wel pijnlijk natuurlijk. Maar dat ligt aan onszelf. Nu is het zaak om de blik weer heel snel vooruit te zetten. Want we moeten uiteindelijk vrijdag weer een mooie pot in Den Haag spelen. En die moeten we winnen om bij te blijven. Als we even kijken naar het seizoen tot nu toe. Jullie begonnen goed. Nu gaat het wat minder. Had je gehoopt verder te zijn dan wat je nu bent? Ik denk ergens van tevoren dat dit ongeveer wel de plek was waar je hoopte te staan. Hè, richting een na-competitieplek. Natuurlijk heel goed gestart. Dat er goed vervolg kunnen geven, daarna iets minder. En we wisten dat het met ups en downs zou gaan. We zitten nu toch wel een beetje in een down. Hè. Nou, nu moeten we zorgen dat we die lijn weer omhoog in gaan zetten. Hoe werk je naar ADO toe nu? Door weer hard en gericht te trainen, door veel video's te kijken van vooral onszelf. Hè. Wat kunnen we verbeteren? Wat moeten we doen? En deze week een goed plan maken om binnen onze eigen manier van spelen een goede strategie te vinden richting de ADO-wedstrijd. Je zegt kijken wat er beter moet. Wat moet er vooral beter om tegen ADO wel een resultaat te boeken? Sowieso meer intensiteit leveren ten opzichte van de AZ-wedstrijd. Sowieso meer afdwingen voor het doel van de tegenstander. Want we hebben natuurlijk Sven eigenlijk te weinig in stelling gebracht. Want iedere keer dat hij voor de pot kwam was het natuurlijk levensgevaarlijk. Dus dat moeten we beter doen. En we moeten nog meer lef en durf aan de bal hebben om door ADO heen te gaan spelen. Dan is het de hoogste tijd voor de verkiezing doelpunt van de maand oktober. We hebben een aantal doelpunten genomineerd. En via de link in de beschrijving kun je stemmen op jouw favoriet. Kruijs wil voorkomen dat zijn ploeg VVV hier ten onder gaat. Dat zijn ploeg afgaat. Maar de tijd gaat wel dringen. Maar daar is de gelijkmaker. En dat is een hele knappe. Van Tijmen Verheijen. Ook Verheijen begon op de bank. Maar dit is goed door het aannemen, het korte draaien. En zo. Er ligt er wel wat ruimte voor de ploeg van Kruijs. Johansson, goede voorzet en een goede goal ook van Sven Braken, zeg. Foutje van Ajax afgestraft. En met Braken is zo'n vrije trap zeker gevaarlijk. Uiteraard hij. VVV moet het hebben van dit soort momenten. VVV komt ook op voorsprong hier. De vroege kopbal, de rake kopbal is van Sven Braken. Het is alweer zijn zesde van het seizoen. Prima start dus voor de ploeg van Rick Kruijs. Aangesneden corner is op maat van Johansson. We sluiten deze uitzending af met een interview met Stan Valks.
De voormalig manager voetbal is als scout nog altijd actief voor VVV. En we spraken hem over zijn nieuwe rol bij de club. Stan, allereerst, hoe is het met je? Ja, goed. Ja, goed. Ik moet het eerlijk zeggen, ik heb wel bewust even wat afstand genomen. Een beetje rust en zo na 7 jaar heel intensief met de club bezig te zijn geweest. En dat is eigenlijk goed bevallen, maar ja, het kriebelt toch ook wel weer al vrij snel. Dus ik ben blij dat die periode niet te lang heeft geduurd in ieder geval. Als we even teruggaan naar een paar maanden geleden. De club kiest voor Willem Jansen als nieuwe technisch manager. Hoe was dat proces voor jou? Ik had het niet aanzien komen. Dus ik was een beetje verrast. Maar daarna heb ik me daar in mijn rol geschikt. En net hebben we overleg gehad met Willem. En dat loopt allemaal wel soepel. En in de rol die ik nu heb als scout, dat vind ik ook leuk. Dat vind ik ook gewoon heel leuk. Ik zie 3, 4, 5 wedstrijden live per week. En voornamelijk Duitsland, derde Bundesliga, Regionalliga. België, zeg maar, de Belgische KKD. En dan in Nederland natuurlijk samen met Mark veel wedstrijden kijken. En ik heb daar veel lol aan. En het is natuurlijk een andere dagindeling. Want normaal dan ben je net als TD, zeg maar, of het manager, ben je bijna 7 dagen van 's morgens tot 's avonds bezig. En nu iets minder. Ja, ik kijk alle wedstrijden thuis nog na, zeg maar, die ik live heb gezien. Dus ja, het is iets anders, maar ik heb er lol in. En ja, ik ben graag onderweg. De laatste jaren, misschien door corona en andere perikelen, zeg maar, wat minder vaak live gaan scouten, zeg maar. Maar daardoor, dat heb ik altijd leuk gevonden. Je komt dan scouts tegen, maar ook mensen die je lang niet gezien hebt. Of je wordt door wildvreemden aangesproken, of je wordt herkend en zo. Dus ik heb daar goed naar mijn zin, ja. Je had het even over die periode iets rustiger aan. Had je die periode echt even nodig? Ja, nou, ik wilde wel even. Ik had het wel even nodig, ja. Even de overgang en zo. En even de dingetjes laten bezinken. Dus ik heb toen eigenlijk ook een overleg besloten om vanaf september te gaan scouten, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk juli en augustus vakantie. Ja, vakantie, ja. Dus het was een lange vakantie, vond ik eigenlijk. Want normaal ben je dat niet gewend om zo lang, zeg maar. Maar ik heb in die 2 maanden heb ik ook gewoon heel veel wedstrijden gekeken. Hè. Dus ik ben ook live en zo. Maar ook op tv en zo. Dus ja, dat is gewoon de hobby en de passie natuurlijk. Want los van het werk ben je ook nog steeds een liefhebber. Ja, vooral dat. Ja. En daarom is het ook leuk om die wedstrijden allemaal live te scouten. Het live te zien natuurlijk, ja. Ja. Hoe ging die overgang naar het zijn van scout? Ging dat makkelijk voor jou? Laat ik zo zeggen. Ik vind, als ik heel eerlijk ben, vind ik het TD eigenlijk nog het leukste, zeg maar. Omdat ik graag met de groep bezig ben en samenwerken met de trainer, met de scout, met z'n allen, zeg maar. En ook veel contact met de spelers. Nu als scout ben je vaak geen Einzelgänger, maar je bent wel alleen op pad. En dan kom je onderweg weer mensen tegen. Dus dat is wel een groot verschil natuurlijk. Of je de hele dag door mensen omringd wordt, met mensen bezig bent. Of je bent alleen op pad en onderweg. Dus daar heb ik wel eventjes aan moeten wennen. Ja. Maar ik heb mijn ritme weer gevonden. Waar ben je nu vooral mee bezig als scout? We zijn en lopen natuurlijk heel veel contracten af in de volgende zomer. Maar ja, misschien kunnen we in de winterstop ook nog iets doen. Dus dat bespreken we dan met de scouting, met Willem en met Mark en met mij. Maar richting het volgende seizoen, dan lopen er veel contracten af. En ja, natuurlijk moet er nog veel besproken worden over welke contracten dan nog verlengd worden. Maar dat is niet aan mij om daar nu iets over te zeggen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat is eigenlijk ieder jaar zo. Toen Willem werd aangesteld, zei de club al, hij kan hier leren naast ervaren mensen. Jij bent ook nog steeds iemand die heel ervaren is in het vak. Kun jij hem helpen in zijn nieuwe rol? Of hoe gaat dat precies?
Nou, Willem is daar heel open in en die vraagt dat ook als er iets is en zo. En natuurlijk, die 2 maanden dat ik zeg maar een beetje vakantie heb gevierd, heeft Mark hem dagelijks, of dagelijks in ieder geval, heel veel bijgestaan. Dus nee, maar er is ook wel een beetje apart natuurlijk dat Willem 2 scouts heeft die allebei een rol als TD jaren hebben gehad. Dus nee, dus... Maar ik denk dat Willem wel een snelle leerling is in ieder geval. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor Willem ook fijn is om 2 zo'n ervaren mensen naast zich te hebben. Zeker met de ervaring als TD. Ja, nee, maar dat zegt hij ook en dat vindt hij ook prettig. En ja, hij komt natuurlijk zo van het veld af. En voor hem is de overgang denk ik groter dan voor mij in mijn rol, zeg maar. Dus, maar ja, laat ik zo zeggen, nogmaals, ik heb er veel lol in. En ik denk dat we een aantal prima kandidaatspelers voor de toekomst hebben. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en B. Benders.